Hallo, hier is Wendy. Vandaag wil ik jullie graag deze steek laten zien. Krokodillensteek. Een vrij makkelijke steek aan één kant, maar je moet hem net even weten. Dus ik ga er een tutorial van maken. Ik begin vanuit de punt aan een omslagdoek. Dus als je die ook wil leren, volg me mee. Daar gaan we. Ik heb haaknaald nummer 4. Katoengaren is een verloopgaren. En die is eigenlijk op 2,5 tot 3,5, maar ik maak hem ietsje groter, zodat hij wat mooier eigenlijk uitkomt. We beginnen met een opzetlus. Die maak ik als volgt. 1 keer om de vinger, 2 keer om de vinger. Achterste draadje doen we over het voorste draadje, maar we laten hem liggen. Achterste draadje doen we over het voorste draadje, over je vinger. Dan ziet het er zo uit. Je trekt hem aan en je hebt je opzetlus. Dan gaan we 5 lossen maken. Lossen maak je door een draadje te halen, er doorheen. Een draadje halen, er doorheen. 3, 4 en 5. En dan gaan we in de eerste steek, dat is deze, een halve vaste maken. Dat is draadje halen en door je steek die op de haaknaald staat. Dan heb je een rondje gemaakt. En dan zie je hier in het midden die ruimte zitten. Daar gaan we stokjes in maken. Dat doen we als volgt. 3 lossen omhoog. 1, 2 en 3. Dat is je eerste stokje. En dan omslag door het midden, dat rondje in het midden. Ga je 5 stokjes in totaal maken. Dus dit wordt ons tweede stokje. En dan 3. En dan ga ik gelijk iets laten zien. 3. Hier heb je het draadje waar je mee begonnen bent. Die haak ik gelijk mee hierin, zodat die al een groot gedeelte weggewerkt is. Dat doe ik als volgt. Hij ligt hier bovenop, zoals je ziet. Je houdt hem vast, zo met het cirkeltje vast. En dan doe je door de cirkel heen. En je ziet dat je nu het draadje ertussen hebt zitten. En dan heb ik het draadje mooi meegehaakt en zit hij zo stevig dat hij niet meer los kan gaan. We hadden nu 4 stokjes, dus we gaan er nog eentje maken. Dat is 5. 1 losse. Dan gaan we als het ware een stukje draaien en gaan we nog 5 stokjes maken. Dus ik leg mijn draadje weer erboven langs. En ik haak hem weer mee. 1. 2. 3. 4. En 5. In totaal zitten er nu 10 stokjes in de cirkel. En dan ziet hij er zo uit. Dat is het begin van je omslagdoek. Dan gaan we verder. We gaan 3 lossen maken. 1, 2, 3. Plus een losse, want we gaan een soort V'tje maken. Dat ga ik zo meteen laten zien. En dan gaan we een stokje maken in deze eerste steek. En dan ga ik even goed laten zien. Als je hem open maakt, zie je dat hier net een kleine ruimte tussen zit, hier, daar kan je het beste het tweede stokje maken. Dus dan maken we nog een stokje in. Ik ga hem even overnieuw doen, want hij is een beetje raar gedraaid nu, doordat ik het liet zien. Dus zo, rustig erin, draad halen, door 2, door 2. Kijk, en omdat je nou een losse ertussen gedaan hebt, krijg je er ruimte erin waar we straks dan die krokodillensteek in gaan maken. Dus een soort V-stitch noem je dit. Dan maken we weer 1 losse. Dan maken we een stokje hier in het centrum. Eén losse. En dan gaan we een stokje maken, ook hier 1, 2, 3 losse. Maar als je hem alleen hierin zou doen, in dat
ene draadje, deze, dan gaat die helemaal uitstaan. Dus waar moet je op letten? Dat is even in het begin een gepriegel. Deze is het. Derde losse. En wat ik zou doen, wat ik ook zelf gedaan heb, is zorgen. Ik ga hem even wat groter maken, dan kun je het goed zien. Je kan dus alleen één draadje pakken, maar het gaat heel gauw wijken. Dus wat je beter kan doen, is twee draadjes pakken. Dan heeft hij wat meer stevigheid, waardoor de doek wat mooier gaat vallen. Dus we hadden één losse gemaakt. Dan gaan we in die laatste steek hier door twee draadjes een stokje maken. Een losse. En weer een stokje in datzelfde ruimte waar we net ook het stokje gemaakt hebben. En dan heb je weer een soort V-steek gemaakt. Dan moet je werkje er nu zo uitzien. Je hebt dus net de 10 stokjes gemaakt. 3 omhoog, 1 losse, stokje in hetzelfde. 1 losse, stokje in het midden, in het centrum. 1 losse en weer een stokje in het laatste steek. De derde steek van je eerste stokje wat je gemaakt hebt. 1 losse en een stokje in hetzelfde. Ziet hij er zo uit. En nu gaan we naar de krokodillensteek. Die gaat als volgt. Eerst 3 omhoog. Dat wordt weer je eerste stokje. 1, 2 en 3. Nu gaan we 4 stokjes nog maken in deze ruimte. Je houdt als het ware je werkje die kant op. En dan gaan we zo stokjes maken. 2, 3, 4 en 5. Kijk, en daarom heb je die V gemaakt, want dan ga je nu zien. 1 losse. Je draait het werkje om. Want we gaan nu de andere kant op. En om te onthouden waar je gebleven bent. Je gaat het ene stokje van boven naar beneden. En nu moeten we van beneden naar boven werken. Hier tussen doen we niks. En dan hier ga je weer van boven naar beneden. En hier van beneden naar boven. Dus, we hebben 1 losse gemaakt. Wat je kan doen is, je draait je werkje om. Zo. En wat ik doe, ik pak mijn haaknaald. Doe de ruimte hier zo boven. En daar maak ik 5 stokjes in. 1. 2. 3. 4. En 5. En dan heb je je eerste krokodillensteek gemaakt. Ruimte. Deze middelste doet niet mee aan de krokodillensteek. Die heb je alleen maar gemaakt. Dat is de basis voor de volgende rij waar je de nieuwe in gaat maken. Dus deze doet niet mee. Dan ga je weer je werkje omdraaien. Je doet hem die kant op. Je legt hem van je af, zeg maar. Dan ga je de eerste stokje van die V-steek ga je pakken. Zo. Vouwt je werkje dubbel. Want dan weet je precies waar je moet zijn. En daar gaan we 5 stokjes in maken. Dus draadje aantrekken. Even wachten, want hij wil niet. En daar gaan we. 5 stokjes in datgene wat je dubbel geslagen hebt. Dus 1. 2. 3. 4.
en 5. Eén losse. Vouw je weer open. Moet goed kijken. Je was hier met het eerste stokje bezig van je V-steek, zeg maar. Van de V'tje wat je net gemaakt hebt. Dan hou je hem vast. Je draait hem om. Zo. En dan ga je 5 stokjes aan deze kant maken. 1. 2. Mijn hondje ligt ondertussen te snurken. 3. 4. En 5. En kijk. Je hebt toer 1 en 2 gemaakt. Oh, trek hem los zoals je ziet. Even hier vastmaken. Van de krokodillensteek. Dus belangrijk is dat je onthoudt dat je die V'tjes maakt en je gaat het eerste van boven naar beneden, van beneden naar boven. Je slaat het middelste over. Je gaat weer van boven naar beneden en van beneden naar boven. En wat ik geleerd heb is als je van boven naar beneden gaat, dan hou je hem van je af en maak je hem in dat lijntje. Moet je van beneden naar boven, dan doe je hem deze kant op draaien. Houd zo dat tweede stokje van je V'tje vast en maak daar je 5e van beneden naar boven. Dus als je dat onthoudt door steeds hem om te draaien van ik moet nu van boven naar beneden, dan hou ik hem die kant op. En ik moet van beneden naar boven, je draait hem om en je maakt hem van beneden naar boven. Ik ga de nieuwe toer maken van 3 op een nieuwe tutorial. Dan welke toer je niet begrijpt, is dan makkelijker terug te vinden. Dit was dus toer 1 en 2 van de krokodillensteek. Succes!